welkom bij het spelprogramma Wie ben ik? Het programma waarbij de vier kandidaten weer op jacht gaan naar hun ware identiteit. En dat doen ze weer met de twee jachtopzieners, André van Duin. Zeg, Ron. Ja. Vertel het eens. Wat wou je weten? Wie ik bij ben? Ja. Vanavond zit ik in een hele vrolijke volière tussen fladderende vogeltjes. Hier zit een paradijsvogeltje, een exotisch beestje. Geen slaafvinkie, maar meer een tijgervinkie. Zo eentje die je overvalt met een lied, zodat je niet stil kon blijven staan. En dansen is plezier voor twee. En maak je niet dik, dun is de mode. Dat is allemaal aanwijzingen, hè? Hoewel ze zelf nooit toeter is, heeft ze veel afgetoeterd in de leven. En dat gaat ze vanavond ook doen, Van Duin. Ze toetert de oren van je hoofd. Want wie zit hier naast Ronnie? Connie! Wow! Nee, lezen. Nee, je zit mee te lezen. Dat is niet gebruikelijk. Nee, oké. Okay. Dit vlierenfluitertje aan mijn andere zijde heeft de naam van een roofvogeltje. Maar niets is minder waar, want ze heeft nog nooit wat gejat. Ze heeft alleen maar gegeven en daarvoor namelijk uitbundige vrolijkheid, Hollandse humor en leuke liedjes over haar vele vrienden. Zoals daar zijn Rocking Billy, Tommy uit Tennessee, Janus, Fernando, Alfredo en José in één keer. Toon, Iwan, onze Griek, Leo en al die andere vrijgezellen met een eigen flat. Want wie vrolijk is, heeft veel vrienden. Vanavond, zo te zien, geen worstjes op haar borstjes. Nee, opgegeten bij de boerenkool deze winter. Geen preitjes op haar dijtjes. Geen bloesem op haar boezem. En geen bietjes op haar... Oh, sorry. Of andijvie op haar lijfie. Nee. Niets van dat alles. Vanavond geeft ze zich helemaal bloot. Hier is Ria Valk. Yeah. Welkom. Teampie, is dat een teampie? Maar aan mijn zijde is het ook niet verkeerd natuurlijk, hè, wat ik heb zitten. Ik heb nog wel geen vogel zitten, maar wel kwinkeleren. Kijk eens, een gedichten weer, dames en heren. Gaat u even onderuit zitten, draai de lampen wat lager, want het is weer zover, hè. Kijk eens wie ik heb meegebracht. Een stukje gordel van smaragd. Aan haar voeten zit nog brandend zand van Paradiso's palmenstrand. Zij bakt als geen ander nasi. En ook lumpia's zijn haar zijn prima kassie. En ook lumpia's zijn prima kassie. Dat is Indonesisch. Prima kassie. Ja, prima kassie dan. Prima, maar prima vind ik heel mooi. Is mooi. Ja, ook de lumpia's zijn prima kassie. Maar ook als zangeres staat zij haar manneke. Van achter heet ze Kreunloof, dus van voren Anneke. Ja. En ook rechts, aan deze zijde van mij te wezen, ook rechts van mij een zangeres. Ja. Zij zingt in, zij zingt in as, in vies en bes. Dat zijn noten, hè. In wat je ook maar kunt verzinnen, zij weet er iets mee te beginnen. Toen zij de hitparade binnenkwam stappen, was zij er niet meer uit te trappen. Zij bleef maar scoren, scoren, scoren. En van vroeg tot laat was zij op de radio te horen. Altijd hits en nooit zelden flops. Altijd hits en nooit zelden... En nooit flops, nooit zelden is niet goed. Nee, nooit zelden. En zelden, oh. Altijd hits en zelden flops. Oh, je kan de twee kanten weer zeggen. Dat is jammer. Nee, dus kiezen, het is of-of. Het is een multiple, ja, multiple choice. Multiple choice. Altijd hits en nooit flops. Dat is natuurlijk Trea Dops. Poëzie kost altijd tijd. Het is kunst. Ik zeg toch een beetje, eindelijk zijn we compleet. Wat bedoel je? Ja, het duurde wat lang, sorry. Maar we gaan nu wel naar de eerste ronde. Ja. De eerste ronde wordt gespeeld door het team van André. Ja, het kraakt een beetje als je je wenkbrauwen optrekt. Maar deze hebben jullie schoenen.
Moet je even uitleggen. Ja, ik zal het even uitleggen. Het is een experiment. Ik zal het even snel uitleggen. Het heeft nogal lang geduurd voordat we konden beginnen met deze aflevering. Want ik heb namelijk een microfoontje. Kijk, maar laat even kijken. Oh ja. Waar zit het? Oh ja. Zo. Oké, ingeplant. Poppetje gezien, ja. Zo, is het weer goed? Zit het weer goed? Mag ik even weten, waar zitten je batterijen? Die zitten hier. Oh, sorry. Goed. Okay. Nou, vandaar. Zit maar weer goed? Ja, het zit goed. Puk. Oké. Okay. Ja. Goed. Anneke, wil jij zo vriendelijk zijn om als eerste op de knop te drukken? Graag. Je briefje. Ja, ja. Goed zo. En dan komen hier jouw 3 aanwijzingen. Jij staat als een... Jij helpt me, hè, voor de... Nee, ik help helemaal niet. Je staat als een rots in de branding. Keiharde wedstrijd. Rots. Zeg je dat erop? Ja, natuurlijk. Opschrijven, Grundloo. Als ik jou zie... Wacht even, rots. Branding. Nee. Branding weet je wel, hè? Als ik jou zie, loop ik een straatje om. Ja, dat dacht ik wel. Zie, loop ik straatje om. Schrijf je snel. Loop. Ik. Ben je klaar met schrijven? Ga door. Nee. Ga maar door. Jij zou ik maar zeggen, jij kunt namelijk heel direct uit de hoek komen. Heel direct. Ja. Heel mooi. Ook waar. Heel mooi. Ja. Gevoelig, hè? Goed, Anneke. Nou, je krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te stellen. We zijn wietjes, hè? Ja. Wie? Connie, ben ik een man? Ja. Wow. Ik ben een man. Ron, ben ik... een bekende persoonlijkheid? Ja, heel bekend. Televisie? Ook. Ron? Film? Ria? Ja, zeker. Film. Ik ben een filmacteur. Nee, inderdaad. Dat is om misverstanden te voorkomen. Ja. Je bent geen filmacteur. Ben ik een zanger? Zing ik dan? Nee. Rond? Nee. Maar je zit wel in de film, toch? Ik zit in een film. Ja, maar dit moet... Ben ik donker of ben ik rood, bruinig of ben ik blank? Ja, dit zijn 5 vragen. Oh nee, dat zijn 5 vragen. Nou, kies. Je moet vragen, ben ik donker? Ja. Je moet... Aan wie vroeg je dat? Aan jou. Aan mij. Je bent een beetje donker. Goed. Gaat snel, hè, zo'n minuut. Ja, ja, te snel. André, ga je gang. Je mag op de knop drukken. Angst en vrezen. Ja. 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 Is het weer zover? Ja. In ieder geval veiligheid, sowieso veiligheid. André vraagt dan altijd, is het weer zover? Zeg maar ja. Leo, André. Leo. Nee, André, hier komen jouw aanwijzingen. Ja. Je bent er 1 uit duizenden. Je bent er 1 uit duizenden. En je wordt slaag. Nou, 1 duizenden uit duizenden. Ja, ik heb hem. Ik heb hem, duizenden. Ik ben er 1 uit duizenden. Je bent er... Je wordt slapend rijk. Slapend rijk. En je komt nog eens in een lagere wal. Ja, dat komt aan een lager... Het loopt rottig af. Een ja. Lager wal. Connie, ben ik een... kom maar, lage bal. Heb ik iets met de zee te maken? Wat zeg je? Heb ik iets met de zee te maken? Met varen? Mm, lage bal is dus indirect. Indirect. Ron, ben ik een man? Nee! Nee, ik ben een vrouw. Ik ben een vrouw. Ben ik een mooie vrouw, Ria? Ja. Nou, ik vind van wel, ja. Leef ik nog? Leef ze niet. In de harten van de mens. Oh, jee. Dus ik ben niet zo mooi meer. ik ben een dode vrouw. Ja. Waar ben ik? Zit ik in de... Heb ik in het amusement gezeten? Nou, dat kan je wel zeggen. Maar echt amusement dat je zegt om te lachen? Of op personeel? Nou, je kunt erbij lachen, ja. Maar in mijn tijd was er nog geen televisie. Dus ik was van, bekend van de grammofoonplaat of zo, van de radio. Ja, aan 2 kanten. Ben ik uit de 78 toeren tijd? Heb ik hits gehad? Ja. Ben ik Nederlands eigenlijk? Ja. Wat een Nederlandse dode vrouw. Nederlandse. Maar ben ik een zangeres? Sorry. Nou! Je hebt altijd 1 keer op ja, toch? Nee. Maar je ging lekker, hoor. Ja. Je was op Dree. Ja. Goed, Dree, ga je gang. Jij mag ook op de knop drukken. Ja.
En hier komen jouw aanwijzingen. Lachen. Jij bent echt een plaatje. Plaatje. Ja. Je bent een pittige tante. Dat weet ik. En je hebt al jaren een onbeantwoorde liefde. Ja. Dat is niet waar. Ja, onbeant. Oh ja, deze. Ga je gang. Ben ik een vrouw, Connie? Ja, ik ben een vrouw. Ron, leef ik nog? Of leef ik helemaal niet? Ben ik fictief? Besta ik? Nou, fictief wil ik niet zeggen, maar je leeft. Ja, je leeft, maar niet dat je zegt dat je leeft. Daar doe ik wat mee. Heel duidelijk. Ria, ben ik... Ik hoop geen stripfiguur. Ja. Zou je het kunnen zeggen? Ja, ik vraag het aan jou, Connie. Ik kom voor in boeken. Ja. Ja. Dikke boeken. Ja, dubbele uitgaves kunnen dik zijn. Echte, ja. Echte boeken. 96 pagina's. Dus niet alleen stripverhalen, dus ook in echte boeken. Nee. Ik hoor applaus. Nee. Zit je in stripboeken alleen of alleen in boeken? Stripboeken. Ja, alleen stripboeken. Stripboeken, alleen stripboeken. Dus je is een stripfiguur. Ik ben een stripfiguur. Nee. Goed, Anneke, we willen graag een schot voor de boek worden. Schot voor de boek. Dat is maar één antwoord, hè? Ja. Nou, wat een film. Direct uit. Ik denk aan een bokser Cassius Clay. Ben ik dat? Oh, nee. Je krijgt applaus. Oh. Nee. Je krijgt applaus. In de verste verte niet. Ja. Nee, niet goed. Niet André. Goed. Ik roep maar een dode vrouw, weet ik veel. Nederlands, hè? Nederlandse dode vrouw, ja, dat zijn er zo veel. Heintje Davids. Nee. Treya, enig idee? Nou, ik lees nooit stripverhalen, dus een pittige tante in een stripverhaal, André, weet jij. Een pittige tante. De zuster van Donald Duck of zo. Ja. Hey. Is nog niet zo gek, hoor. Nee. Maar het is niet goed. Had hij wel eens. Het is niet goed, maar we gaan wel even naar de voorwerpen. Dat helpt altijd. Ja. Het eerste voorwerp is hier voor Anneke. Maar nog belangrijker is dat Wendy er weer is. Hele leuke jurk. Daar heeft André een strikje van. Dat is een dure bonsai, hè? Kijk, ja. Als hij echt is. Hij is echt, hè, Wendy? Goed zo. Goed, nou, Lia, jij hebt er nog wat bij. Anneke, jij ziet liever een mooie beuk. Jij ziet liever een mooie beuk. Ga je gang, jouw 2 minuten gaan in. Ja, ze hebben alleen. Ik ben dus een man. Even hoor. Ik leef nog. Ben ik een sportfiguur? Ja. Sportfiguur die je dus ook filmen. Nou, die Cassius Clay hebben film gemaakt. Of niet? Rambo? Hoe heet die Sylvester Stallone? Rambo. Nee. Maar het is wel gevechtbaar. Hoe heet die andere? Rocky. Ik heb... Rocky. Stop. Beetje heel goed. Zeg. Dan zat ik met Cassius Clay. Ja, maar welke Rocky? Rocky. Tijd loopt door. Rocky 10. Nee hoor. André, we gaan naar jouw voorwerp. Ja, ga. Hier komt het aan. Oh, heel charmant, Wendy. Ja, dat komt niet. Ron, heb jij wat? Je zou jezelf eens moeten zien. Ja. Oh, doe even goed. Komt die nog een keer? Dankjewel. Je zou jezelf eens moeten zien. Oké, André, je tijd gaat in. Een schele, dode Nederlandse vrouw. Zijn er toch niet zo Nou, meer kan ik niet zeggen, hoor. Ik ben al heel ver gegaan. Maar heb ik rare ogen? Dat hoor je mij niet zeggen. Nou, ik vind ze wel raar. Nou, omdat ik die bril had, dus ik had raar. Ik zie het amusement. Geen idee. Ik weet ook niet waar ik was. Als jou ziet slapend rijk. Ben ik een sprookjesfiguur? Nou, of het een sprookje was... Nou ja, maar een verzonnen type. Ja. Oh, ik ben een verzonnen type. Uit 1001 nacht? Nou, sprookje uit minstens 1001 nacht. Misschien ben ik bijvoorbeeld de prinses op de ert of zo. Of hoe heet het andere... Je lag iets comfortabeler. Hoe heet het andere mens? De Dora Roosje.
Die had geen bril op. Die had geen bril op. Nee, we gaan je een beetje helpen. Kom, ga. Ja. Ik heb je wel eens op de balletjes gezien. Wacht even, ben ik met die van de rode zien? Als ik jou zie... Het gaat wel erg goed. Maar hoezo word ik dan slapend rijk? Nou, die film. Ja, nou, dat moet je maar eens... Ja. Ja, toch? Ze bewoog er niet veel bij. Nee, precies. Sorry. Nee, dat hoef je niet uit te leggen. Trea, we gaan naar jouw voorwerp. Ja. Hopen dat het jou ook zo snel helpt. Het komt daar aan. Een plank. Dat is figuurlijk bedoeld, hè? Echtjes. Op een plank. Ja. Ja, ja. Ga je gewoon, Trea, 2 minuutjes. Ik ben een vrouwenstripfiguur, een pittige tante en ik heb 2 echtjes op een plank. Nee. Dat klopt. Nee, je bent zo mager als een plank. Ik weet het. Heeft het iets te maken met een zeeman die veel spinazie eet? Nee. Ga door, ga door. Te maken, zeg ik, hè? Ga door. Oh, dan ben je die andere. De vrouw ervan, die was zo mager, ja, hè? Nee, die had iets met... Ja, ik bedoel olijfje. Ik bedoel olijfje. Nee, die ben je niet. Oh, die ben ik niet. Uit Lambiek. Van de... Ja, mag ik het zeggen dan? Hij heeft het gezegd, hoor. Tante Sidonia. Heel goed. Op die punten zijn binnen. Nou, het was een snelle eerste ronde, hè? Ja. André? Als je dit verpittig aanpakt, natuurlijk. Het was een goede... Ja, ik heb ook een ijzeren team, ja, zeker weten. Kijken hoe het andere team het gaat doen in de tweede ronde. Goed, Ria. Het moment is... aangekomen. Nou, vergeet hem maar, hè. Druk maar op de knop. Ja. En... En hier komen jouw aanwijzingen. Ria, goed schudden voor het gebruik. André? Ja? En van voorpret was bij jou geen sprake. Trea. Ja, Ria, je bent een soort van broeikaseffect. Ja. Ja, ook waar. Dat is niks. Jeetje, Mina zegt... Vreemde aanwijzing, hè? Ja, heel... Ga je gang, Ria. Die is het. Ben ik een fles? Aan wie vraag je het? Aan Trea, sorry. Nee, hè? Nee, niet echt. Nee, dat zet je op verkeerde been, nee. Voorpret was geen sprake van. Nee. Een gebruiksvoorwerp? Nee, hè? Nee. Nee, zeker niet. Nog niet. Nee. Kan je houden mensen van mij? Van wie vraag je dat? Aan André. Nou, houden we, ja. Weet ik, ja, houden we dat. Houden de mensen ervan? Ja, daarna denk ik wel. Als het eenmaal er is. Ja, dat kan je. Maar mijn vrienden is niet relevant. Zo wat een moeilijk woord. Is luier? Niet. hè? Luier heeft er wel mee te maken. Heel goed. Ron? Ja. En hier komen jouw aanwijzingen. De moeilijke. Ron, je bent om je tanden in te zetten. Om je tanden in te zetten. Ja. Ben je nou alweer gehecht? Vraag ik dus. Dat is een vraag. Ben je nou alweer gehecht? Heb je dat? Ja. Hey, bus. Ja, in tegenstelling tot je eigen persoon, je bent bepaald niet uitgelaten. Nee, ben niet uitgelaten? Nee. Ben niet uitgelaten. Ben ik een... Ga je gang. Dank je, Caroline. Ben ik een diertje? Ja. Trea? Ja. Wat voor diertje? Ja. Heb ik 4 pootjes, Trea? Ja. 4 pootjes. Niet allemaal. Nee, zo nee. Nee, dat is waar. Hoe bedoel je het, Dre? Ja. Leg het even uit. Omdat je dat, ja, als je een collega van jou tegenkomt, dan heb je geen 4 pootjes. Dan heb ik dan 3 pootjes. Of nog minder. Of nog minder, ja. Maar nooit meer in ieder geval. Ik ben geen 1000 poot. Nee. Nee. Ben ik een huisdier, Anneke? Ja, zou je... Zou je mij willen knuffelen?
Wat denk je? Nee, je bent nee, ook niet een echte... Je bent ook niet echt. Je bent geen echte dier. Je bent niet een echt dier. Ik vraag net, ben ik een diertje? Ja, ja. Nee, je bent wel een dier, hè? Nee, je hebt gelijk. Heel moeilijk. Toch? Het is echt heel moeilijk. Het is erg moeilijk voor hun om te antwoorden. Tanden in te zetten. Ja, nou. Ja. Ik zit ermee. Ga je gang. En hier komen jouw drie aanwijzingen. Connie, je hebt ook voor alles een oplossing. Voor alles. En jij laat je ook overal voor gebruiken, Connie. Zo jammer. Ja. Alles voor wie ben ik. Nou. Ja. En toch, Connie, ben je... Ja, ik ben nog aan het schrijven. Ja? En toch ben je onbevlekt ontvangen. Ja. Maar in welk jaar? Ja, bij. Dat vertelt het verhaal niet. Connie, ga je gang. Je mag een minuut vragen stellen. Zoveel mogelijk. Ben ik een ding? Aan wie vraag je dat? Aan Trea, sorry. Ja. Ik ben een ding. Ja. Ben ik een lekker ding? André? Meestal niet. Nee. Meestal niet. Ben ik een naar ding, Anneke? Oh, ja. Nou, nee. Nee. Trea, ben ik zwaar? Soms. Ja. Jawel. Ben ik een dier, André? Nee. Wat jammer, nou, ik had zo gehoopt dat ik een dier zou zijn. Nee, jammer. Nee, ben je niet. Ja, als je met alle geweld wil. Ik laat me overal voor je gebruiken en dan ben ik onbevlekt ontvangen ook. Het meest, ben ik misschien iets in de keuken? Ja. Heel goed. Ook. Is het in het... in het hele huis? Ik hoor ze allemaal hier naast me zeggen, oh jee, ja inderdaad, schot voor de boeg, ja. Enig idee. Ben ik een spee? Nee. Nee? Geen spee. Ron, ik hoor je hier denken. Ja, ik ben een diertje, maar ook weer niet. Ben ik een achteruitkijkspiegelhondje? Wat is dat? Nou, wat je zo op hangen, zo'n beestje wat je... Ja, ja. Nee. Of op de hoedenplank. Kunnen wij niet goed rekenen. Nee, helaas. Nee. Sorry. Connie? Sorry. Nee. Ja, ben ik van papier? Ben ik een keukenrol? Nee. Een keukenrol? Ja, een keukenrol. Nee, hè? Nee. Voor alles een oplossing. Goed, ja. We gaan snel naar de voorwerpen. Ria, hier komt jouw voorwerp aan. Kijk goed. Ik snap het toch niet. Ja, dat is jongen je neven. Oh, er gaat wat gebeuren. Let op, Ria. Ik ben benieuwd. Van mij benieuwd. Oh, wat leuk. Ben hier helemaal in de scheikunde. Oh! Hey! Hoe goed zo. Wat een lekker kleurtje. Verandert van kleur. Wordt nog wel weer. Mooi. Prachtig. Goed voor jou, Wendy. Hey. Maar... Duidelijk. Anneke. Ria, dat doe ik nog eens een experiment. Ja. Zo is dat. Experiment. Schrijf in de doos. En jouw 2 minuten gaan in, Ria. Zet hem op. Heeft het iets met medicijnen te maken, Anneke? Nou, nee. Nee? Nee. Iets met een bar? Met een? Bar. Een bar? Een shaker? Nee. Ja? Nee. Ook niet? Nee. Goed schudden voor het gebruik. Ik vind het moeilijk, hoor. Voorpret. En een warm waterkruik voor bed? Dat is van later toepassing misschien. Later is met toepassing? Ja, daar lukt Heel het klein niet beetje. Daar lukt het klein niet mee. Nou, even wachten. Een thermometer? Nee, ook niet. Het zit wel in de hoek. Hoezo? Het is in een wip gebeurd. Ja, het is ook waar. Ik raad het niet, hoor. Het is in een wip gebeurd. Een wasje. Een wasje. Een heet sopje. Een heet sopje. Voorpret. Ik heb geen idee, zeg. Geen voorpret. Goed. Geen voorpret. Een broeikaseffect. Het heeft wel... Is het van lood, Trea, of hout? Nee, ik zal je nog een klein beetje helpen. Ik hoop dat het van lood is. Ik kom wat later naar de baarmoeder. Zat ik er niet al dan? Ja, kom jij maar je moet er niet meteen op reageren. Nee, Ben ik een reageerbuisbaby? Oh, ben ik een reageerbuis? Ja! Ja. Goed voor jou, man. Wat goed! Oh. Nee, ik dacht even, dit
lukt niet meer, maar... Ja, ik dacht het ook, hoor. Hartstikke lukt. Ik had het echt dankzij mijn buurman. Nou, het is wel... Hè? Het gaat er niet op. We gaan naar jouw voorwerp. Oh ja. Nou, komt-ie. Ja, daar staat hij. Kijk nou. O jee. Oh! Oh, het eng. Weer een hond. Vast. Oh. Ja. Goed zo, jongen. Dat vind ik altijd een beetje eng, dit, hoor. Hoor nou. Neer op, lust. En zit. Oh. Hier. Hallo. Wat? Wat? Oh. Oh, wat goed, hè? Bravo. Geweldig, zeg. André? Ja, stevig pak. Wat? Is heel stevig pak. Ja. Ja. Jij hebt nog ik heb een aanwijzing. De aanwijzing is, wie is nou bang voor wie? Ja, en ga je gang. Wie is nou bang voor wie? Wat ben jij? Vroeger had Rudy Karel een liedje dat eindigde met Wie laat wie nu uit. Ken je dat? Ja. Ja. Hoe ging dat? Even een straatje om. Zing het rustig helemaal op. Nee. Ik ben geen hondje. Nou, niet echt. Nee, echt? Het is geen hondje. Het is wel een hondje, maar... Wie is, nou, hondje? Wie is bang voor wie? Je bent geen echt hondje. Voor je bent meer een... Ben ik een, ben ik een begrip, André? Ja. Ja. Ben ik een onbehouden vlerk? Een onbeschofte hond? Nee. Ben ik een bloedhond? Bloedhond? Nee. Ben ik een... Ik ben geen diertje. Ik zal je helpen. Ze gaat helpen. Ze moeten jou ook altijd hebben, Rob. Ben ik de gebeten hond? Ja! Ja. 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 Dit is de punten weggeven. Ze geven gewoon punten weg daar. Ja, als je het weet. Inderdaad, de gebeten hond. Ja, gebeten hond. Connie, we gaan naar het laatste voorwerp. Er staat weer iemand. Ja. Ja. Showtime. Showtime. Aanwijzing voor Connie. Ja, Connie, let op. Waar zo'n doekje niet allemaal goed voor is. Nou. Ja, ik zei net al iets met een keukenrol, maar ik heb nu iets meer het idee dat het met de vaat te maken heeft. Oh, dat je er, ja, wat zou, iets van... Miepkraak. Heeft het met duizend dingen. Zo'n duizend en één dingen doekje. Nee, duizend dingen doekje, niet duizend en één. Duizend dingen doekje dan. Dat kun je wel zeggen, hè? Die wist ik nou wel, want die is toch wel. Ja, wist je die weer wel. Maar je hebt die van jou toch ook gedaan. Even kijken. Heb je nog zo over ingezeten, hè? Ja, precies. Dat betekent, jullie hebben 202 punten, het team van André heeft 227. Dat bedoel ik ook. Wel een bescheiden verschil. Maar we gaan die laatste ronde nog spelen. Nee, maar binnen. Ja, dat ken ik. Dat ken je, hè? Ja, of je niet meer uit te leggen? Je hebt meer punten, je mag. Wat wil je? Laat hij maar beginnen. Ja, hoeft niet, hoor. Je hebt meer punten. Kan ik wat meer nadenken over. Dus jij heeft eerst een paar dingen fouten, weet ik dat het niet is. Vroeger trapte hij er altijd in. Zo werkt het. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, wij beginnen. Ja. Ja? Ja. Goed. Het kan heel koud zijn. Waarom? Zit ik op de Noordpool? Nee. Is het winter? Nee. Zit ik in het vriesvak? Heeft het iets met huishoudelijke apparatuur te nee, maken? Nee, zeker niet. Zit ik in mijn naki? Nee. Zit ik buiten in ieder geval? Het is buiten en je zit er ook in spanning. Ik zit er in spanning. Zit ik overdrachtelijk te wezen? Nee, nee. Zit niet je zit er echt. Je zit er echt. Zit ik in een ijsstadion? Zit ik op een... Heeft het met ijs te maken? Nee. Nou, zou kunnen. Jeetje. Ik zit in spanning. Het zou kunnen. Je moet een beetje op je beurt wachten. Kan in een ijsstadion zijn, ja. Kan in een ijsstadion zijn. Maar Ron is hoor nu. Ja. Heeft het iets met schaatsen te maken? Nou, nee, nee. Een ijsstadion. Wordt moeilijk. Het kan in een Het is er niet echt leuk. Niet leuk?
Het is een beetje met sport, heeft hij te maken. Het is niet leuker met sport, maar het niet heeft met schaatsen. Was het niet, ook met, hoe heet ze met die ringen? Het kan koud zijn. Was het in Calgary ook? Ja, was het wel. Ik zit op een ijzer, op een houtje te bijten. Ik zit niks meer hoor nu. Ik zit in een bak. Nee. Ik kom er niet meer uit. Jongens, het is echt niet moeilijk. Andere mogen teamsport. Teamsport. Zit op een slagbankje. Nee. Ander bankje. Ander bankje, ijsbankje. Nee. Ik zit op een bankje. Ik zit op een rubbankje. Ik zit op een reservebankje. Reservebank. Maar waarom is het daar dan koud dan? Ja, het is buiten. Wat hebben we met een ijsstadion te maken? Ja, nou kan ook zijn. Kan ook met ijshockey en zo heb je ook een hele grote reservebank. Ja hoor. Ja. Maar hoe dan ook, de prijzen kunnen door. Oké. Precies. Nou, hartstikke leuk. Het stom dat ik dat niet wist. Ja, ik wist het wel. Zij zegt de prijs. Nee, maar we hebben, nee, we hebben een hele leuke prijs. Heb jij het voorgezegd aan André? Zij heeft het voorgezegd aan André. Ja. Nee, dat zo? Nou, dan krijgt zij geen prijs. André. Ja. En Anneke en Treya, ik weet dat jullie heel goed na kunnen denken. Dat jullie uit al die moeilijke... Die zo'n verhaal erbij doet, dan is het oplossingen komen. Maar wij willen graag jullie de komende dagen even aan het denken zetten. En dat is met deze hoofdbrekers. Want als je hier uitkomt, nou dan heb je een soort IQ, dat is niet van deze wereld. André, dit geven we je mee. We weten dat je naar een eiland gaat waar niets te beleven valt. Dus dit kun je daar lekker doen. Je schijnt er binnen 6,5 jaar uit te kunnen komen. Er blijven. Ik ja? graag willen hebben. Nieuwe, zou ik het doorgeven of ja. niet? Noem in het nieuwe seizoen dat we er dan op terugkomen? Ja, hè? Als ik ze nog heb, ja. Goed. Heel plezier. Nou, heel blij mee. Doorgegeven. Heel en wij bedanken mee. Natuurlijk weer alle kandidaten. Anneke Kreunlo, André van Duijk, Treya Dobbs, Ria Valk, Rob Brandstede en Corrie Pink. Wij bedanken u weer voor het kijken. Een heel prettig weekend. Graag tot volgende week. Okay.